Goedemorgen allemaal en welkom bij de CEO webinar. Ik ga me heel even voorstellen. Misschien dat sommigen van jullie mij al kennen. Ik ben Whitney Prins, ik ben digital marketeer bij Xaris. We hebben vooral gefocust op het CEO-gebied. Denk hierbij aan het stukje techniek en anderzijds aan content. Nou, vandaag gaan we aan de slag met hoe zetten we content in. En gaan we ook een stukje verder kijken naar de huidige situatie, hoe gaan we daarmee om? Hebben jullie tijdens de webinar vragen? Stel ze in de Q&A en dan zullen we die naderhand gaan bespreken. Middels de chat kunnen jullie een berichtje sturen mocht ik nou heel slecht verstaanbaar ben. Laat het me heel even weten. Dan ga ik mijn woordjes in doen. Inleiding. Nou, zoals velen van jullie natuurlijk weten, is SEO-content gewoon een heel belangrijk onderdeel van je webshop. Wat we de laatste jaren veel zien, is dat het gebruik van de zoekmachine enorm is veranderd. En daar gaan we later ook een stukje op in. Er is natuurlijk onlangs een nieuwe update uitgekomen. Dat is de BERT-update en die heeft heel veel betrekking op het schrijven van unieke content. Het is gewoon heel belangrijk dat je content echt op orde is en ook zeker nu de dag. Ook. Ik zie wat berichtjes binnenkomen. Volgens mij gaat het niet goed. Ik zie alleen de berichten niet aan. Kunnen jullie mij verstaan? Ik kreeg al een berichtje, het gaat goed. Nou, super. Diverse updates vanuit Google zijn uitgebracht met betrekking tot content. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je content echt op orde is. Tijdens de webinar gaan we er natuurlijk verder op in. Maar hoe schrijf je goede content? Denk aan metadata, maar ook aan SEO-content. En hoe gaan we dan met de huidige situatie mee om? We zitten natuurlijk allemaal in een coronacrisis. Is des te meer belangrijk dat je content gewoon echt goed op orde is. Nou, allereerst wil ik beginnen. Hoe pak je SEO-content aan? Het is gewoon heel erg belangrijk om je, voordat je SEO-content gaat schrijven, dat je een zoekwoordonderzoek uitvoert. Een zoekwoordonderzoek kun je middels verschillende tools kan je dat gaan onderzoeken. Allereerst de Google Ads zoekwoordplanner. Hierin zie je potentiële zoekwoorden. Dan kun je ook zoekwoorden terugvinden waar veel volume op zit, waar wellicht wat lage concurrentie op zit. En wellicht voor jou wel heel erg belangrijk is om op gevonden te worden. Anderzijds is het natuurlijk ook hartstikke belangrijk om te kijken, die zoekwoorden die uit zoekwoordplanner komen, wat zijn daar mijn huidige posities in? Wordt er misschien al heel veel op doorgeklikt? Word ik al heel erg goed vertoond en welke posities neem ik in de Google zoekresultaten in? Nou, je zult wel begrijpen dat deze twee, dat je daar eigenlijk een combinatie van moet gaan maken. Enerzijds krijg je natuurlijk potentiële zoekwoorden met gemiddelde zoekvolume te zien. Anderzijds is het gewoon heel belangrijk, de positie die ik inneem, kan ik daar nog verbeteringen in plaatsvinden of kan ik het zo laten? Je merkt nu al wel dat die koppeling heb je natuurlijk niet voorhanden, dus die moet je natuurlijk wel gaan bouwen. Daar kom ik straks later op terug. En een andere tool die onlangs gelanceerd is, is Answer the Public. Daarin zie je eigenlijk de zoekopdrachten die verwerkt zijn in een vraag. Je ziet dat het meer naartoe aan bewegen is dat mensen echt via de zoekmachines een vraag aan het stellen zijn. Dus er wordt niet plat een zoekwoord ingetoetst, maar men gaat vragen, wat is een featured snippet? Hoe kan ik mijn laminaat het beste verzorgen? Etcetera. Dus het is ook heel belangrijk om daarop in te gaan spelen. Nou, een zoekwoordonderzoek laat natuurlijk potentiële zoekwoorden zien. Het bestaat zowel uit shorttail zoekwoorden als longtail zoekwoorden. Nou, shorttail zoekwoorden zijn eigenlijk één of enkele zoekwoorden, terwijl een longtail zoekwoord voornamelijk in zinsverband wordt gebruikt. Hier heb ik een klein voorbeeldje opgesomd. Nou, shorttail kan zijn een zwarte sneaker. Een gebruiker is op zoek naar een zwarte sneaker
weet nog niet welk merk hij wil gaan kopen. Misschien welk type sneaker, wilt hij hoog of wilt hij lage sneakers gaan kopen. En bij de tweede zoekopdracht, de longtail zoekopdracht, zie je dat ze echt op zoek zijn naar de Adidas Superstar zwart sneaker. En die willen ze dan ook nog eens online gaan kopen. Nou, het verschil tussen deze twee zoekwoorden is dat bij de eerste zoekopdracht, de shorttail zoekopdracht, men weet het nog niet, zit echt nog in de oriëntatiefase. En in de tweede zoekopdracht zijn ze echt koopgericht op zoek naar een Adidas sneaker. Nou, hier kan je natuurlijk ook middels je customer journey in verschillende fases op inspelen. De eerste kan bijvoorbeeld zijn dat je een indexatie op filtering gaat toepassen. En het tweede kan zijn is dat je een landingspagina voor Adidas Superstar gaat inrichten. En daar ook weer je tekst op aan gaat passen. Nou, wat ik net al zei, is het heel lastig om data te gaan combineren. Je krijgt natuurlijk vanuit verschillende stromingen krijg je data binnen. Alleen, ja, wat moet ik nou met die data gaan doen? Wij hebben middels ons Xaris ME dashboard hebben wij de data gekoppeld. En hier zie je een top 100 zoekwoorden rapport. En we hebben even fictieve data gebruikt. Aan de linkerkant zie je de gemiddelde vertoningen, gemiddelde klikken en gemiddelde click-through rate van Google Ads, van de zoekwoordplanner. En daarnaast zien we de gemiddelde positie, gemiddelde zoekvolume en concurrentie. Pardon, het is andersom. Gemiddelde vertoning, gemiddelde klikken, gemiddelde click-through rate van de Search Console. Gemiddelde maandelijkse zoekvolume en concurrentie vanuit Google Ads. Nou, als we gaan kijken naar sportartikelen binnen, waar het pijltje ook bij staat, dan zien we dat we 22 keer vertoond worden, dat het 2 keer is doorgeklikt en dat we een positie kennen van 5. Gaan we kijken wat het gemiddelde zoekvolume is dat 70 en er zit een hele lage concurrentie op. Wat we kunnen concluderen uit dit stukje data is dat we kunnen zeggen, oké, we hebben gemiddelde vertoningen van 22. Alleen er zit nog heel veel potentie in, omdat er 70 keer op gezocht wordt. De positie is 5. Wellicht dat ik met kleine aanpassingen in mijn teksten, dat ik sportartikelen binnen terug laat komen, dat ik een landingspagina ga creëren of een blogbericht, om te zorgen dat we een gemiddelde positie van hoger gaan krijgen. Er zit ook heel weinig concurrentie op, dus het is gewoon een heel interessant gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast zien we ook, als we naar het tweede grafiekje kijken, als we kijken naar de gemiddelde maandelijkse zoekvolume, is dat natuurlijk over een heel jaar genomen. Dat kan zomaar dus betekenen dat in de maand waarin jij zit, dat het zoekopdracht misschien net upcoming is, dus dat we er juist nu op in moeten gaan spelen. Of dat ze zeggen van oké, nu wordt er heel weinig op gezocht, het wordt zomer. Misschien is het voor nu minder relevant om te gaan kijken dat we dat in de teksten kunnen gaan verwerken. Dus het is gewoon heel goed ook om daarna te kijken, oké, wat doet het maandelijks zoekvolume in de maand waarop ik zit? Als we dan een heel zoekwoordonderzoek hebben gedaan, is het natuurlijk ook echt wel heel erg belangrijk om te kijken, oké, ik heb zoveel informatie binnengekregen. Ik heb misschien al mijn subcategorieën, heb ik zoekwoorden op ingesteld. Hoe ga ik daar nou echt prioriteit aan stellen? Wordt dat een artikeloverzichtpagina? Ga ik daar teksten aan toevoegen? Of ga ik een detailpagina, ga ik die verder optimaliseren? Of is het voor mij toch wel verstandig om een blogbericht te gaan schrijven of een inspiratiepagina? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is, en ik denk ook velen van jullie, alle belangrijke indexeerbare pagina moeten sowieso voldoen aan de richtlijnen vanuit Google. Ik ga hier straks ook wat meer over vertellen. Alle belangrijke indexeerbare pagina's, daar bedoel ik mee al je artikeloverzichtpagina's, al je blogberichten, al je detailpagina's, maar bijvoorbeeld niet een klantenservicepagina die wel indexeerbaar is, maar die natuurlijk, ja, daar moet je wel wat mee, maar daar ligt niet je prioriteit. Nou, gaan we verder kijken, dan zijn er natuurlijk diverse potenties in kaart gebracht van zoekwoorden die je kunt optimaliseren. Maar je kan ook prioriteiten gaan stellen in de volgende zaken. Een prioriteit kan zijn bijvoorbeeld, ik ben niet tot slecht vindbaar op een zoekwoord.
Dat kan betekenen dat je het zoekwoord bijvoorbeeld nog niet hebt geïntegreerd in je webshop. En is het misschien wel heel belangrijk om daar een landingspagina voor in te stellen. Ik sta hoog in de zoekmachine, maar ik krijg weinig bezoek op mijn webshop. Nou, dat betekent dat je wel heel veel vertoningen krijgt, dat je een hoge positie hebt. Alleen dat je bijvoorbeeld je metadata niet helemaal klopt. Die wordt misschien wel afgekapt of er wordt een tekst gebruikt van je pagina zelf. Waardoor je eigenlijk geen controle hebt over je metadata. Dus het is heel erg belangrijk om ook in Google Analytics te gaan kijken. Oké, wat is mijn click-through rate op een bepaald zoekwoord? Is het bijvoorbeeld heel laag en heb ik heel veel vertoningen? Dan moet ik echt iets gaan doen aan die metadata. En ook met metadata kan je natuurlijk gaan kijken, oké, moet ik er echt een call to action in plaatsen? Moet het servicegericht zijn? En daar kan je natuurlijk ook weer verschillende testen rondom draaien. Een andere prioriteit kan zijn, ik wil dat een bezoeker meer tijd doorbrengt op mijn webshop. En stel dat je een hele mooie blogberichtpagina hebt geschreven, daar wordt heel veel op bezocht. Alleen je ziet dat mensen niet doorklikken. Want kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld in een blogberichtpagina wat commerciële in moet stellen? Ga er bijvoorbeeld producten aan linken of categoriepagina's om te zorgen dat die gebruiker door gaat klikken. Er zijn natuurlijk een aantal zaken waar je KPI's en doelen voor op kan stellen. En er zijn er wellicht nog wel meerdere die voor jou veel belangrijker zijn. En ga ook op zoek naar, oké, wat wil ik bereiken met mijn zoekwoordanalyse? Nou, een heel belangrijk thema is, hoe ga ik nou juist de content schrijven? Ik zie eigenlijk bij best wel veel partijen dat dat niet altijd op de juiste manier gaat. Dat ze wel pagina's online gooien, maar bijvoorbeeld niet gaan kijken naar metadata of SEO-teksten. En zelfs heading tags zie je dat daar toch best wel wat problemen nog in plaatsvinden. Dus ik wil jullie graag meenemen naar hoe schrijf ik content juist. We beginnen hierbij met een metatitel. Een metatitel is eigenlijk de belangrijkste titel van je pagina. Zoals je hieronder al een voorbeeld ziet, is die van Love Stories. Nou, het geel geasseerde is een metatitel. Deze staat ook direct in de broncode en is eigenlijk voor een zoekmachine robot de belangrijkste titel van een pagina om te bepalen oké, waar gaat de pagina over. Daarnaast is het ook heel belangrijk voor de gebruiker. Dit zie je natuurlijk in de zoek. Resultaten van onder andere Google terechtkomen. En het is gewoon heel belangrijk dat die aansluit op de bestemmingspagina. En dat die niet afgekapt wordt. Of dat er een andere tekst voor in de plaats wordt gezet. Want dit gaat Google namelijk wel doen als je metatitel niet binnen een aantal karakters valt. En hieronder zie je de richtlijnen. Hij moet tussen de 30 en 65 karakters zitten. Gebeurt dat niet, dan gaat Google hem afkappen. Of dan gaat hij een andere tekst van je pagina gebruiken. En dat is gewoon natuurlijk hartstikke zonde. Omdat je natuurlijk vanaf de zoekmachine moeten ze op jouw resultaat gaan klikken. En zeker met alle concurrentie die erin zit. Ja, je wil natuurlijk dat ze op jouw website landen. Een hele belangrijke is dat je metatitel wel moet afwijken van je metadescription. En dat je metatitel uniek en relevant moet zijn. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld twee pagina's hebt met dezelfde metatitel. Dan heeft Google heel veel moeite om te bepalen welke pagina waarover gaat. En dan kan het zo zijn dat hij of één pagina gaat indexeren of allebei uit de index gooit. Dus die uniekheid, dat is wel echt heel belangrijk. En daarnaast is het ook belangrijk om relevante zoekwoorden op te nemen in je metatitel. Het is belangrijk dat je natuurlijk dat het aansluit op je bestemmingspagina. Dus dat die relevante zoekwoord ook op wordt genomen. Daar wil je ook op gevonden worden. Meta description. Nou, je ziet het in het plaatje al terugkomen. Is het geel geasseerde. Staat ook weer in de zoekresultaten vanuit Google. Is eigenlijk een korte omschrijving over waar je pagina over gaat. Hetzelfde voor een metatitel als voor de metadescription betekent dat Google hem kan aanpassen als hij niet voldoet aan de richtlijnen die Google heeft vastgesteld. Wij hanteren minimale en maximale van 140 tot 150 karakters, omdat we zien dat als je daaronder gaat zitten, dat de kans bestaat dat Google hem toch alsnog gaat aanpassen. En daarboven is het gewoon echt te lang. Het advies is om dit zowel voor meta als meta-discussions in te regelen voor indexeerbare pagina's.
Dus iedere indexeerbare pagina moet gewoon een metatitel en metadescription hebben. En dan heb ik hierbij gewoon heel erg belangrijk dat je metadescription uniek en relevant moet zijn. En het zoekwoord natuurlijk opnemen in de metadescription. Heading tags. Ik merk bij heel veel webpagina's dat dit toch wel een heel lastig onderdeel is. Wat je ziet, dat is dat heading tags veelal in veel CMS-systemen een voorgedefinieerde kop is. Waar een bepaalde stijling aan mee wordt gegeven. Het advies is om altijd iemand die de pagina aan het inregelen is, die is voornamelijk bezig met oké, hoe ziet de pagina eruit, hoe ziet mijn design eruit, dan dat er echt gekeken wordt naar de achterkant. Dus hij zit er een heading tag 1 op, een heading tag 2 of een heading tag 3. Een heading tag 1 moet eigenlijk op iedere indexeerbare pagina zitten. Dus vanaf je homepage tot en met je detailpagina, tot en met alle blogberichten, daar moet gewoon een heading tag 1 op zitten. Het is eigenlijk net als een boek. Je hebt je voorkant, daar zit de kaft op, nou, dat is je titel, dat is je hoofdtitel. Dat is eigenlijk hetzelfde als op een pagina. Je hebt natuurlijk je titel van je pagina en die moet je onderverdeeld in hoofdstukken en subparagrafen. Nou, de hoofdstukken is natuurlijk H2 en de subparagrafen zijn H3's. En dan kan je nog verder definiëren naar een H6 toe. Het is gewoon heel belangrijk dat je die opbouw hanteert. Maximale aantal karakters is 70. Eigenlijk hoe korter, hoe krachtiger, hoe beter. Dus dat wil ik jullie ook graag meegeven. En daarnaast ook een chronologische volgorde. En je kan nooit een boek hebben zonder een titel of zonder een hoofdstuk. En bijvoorbeeld wel subparagrafen hebben. Dus altijd een chronologisch gebruik als ik een H1 gebruik. Dan moet ik ook een H2 gebruiken om die H3 te kunnen gebruiken. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je de volgorde ook zo hanteert. En daarnaast is het ook belangrijk om zoekwoorden te implementeren in die heading tag. Dat kan natuurlijk het zoekwoord zijn waar je heel graag op wordt gevonden. Maar het kan ook een synoniem van het zoekwoord zijn. Die relatie tussen elkaar, die kan Google namelijk al maken. Dus het is gewoon heel belangrijk om ook daarop verder in te spelen. Ik heb hier even een voorbeeld. Het is van bol.com, dus een muziekpagina. En je ziet dat ik hier een screenshotje heb gebruikt uit SEA Meta in één klik. Ik heb hieronder een linkje opgenomen. Daar kunnen jullie de Chrome-extensie installeren. Het is gewoon een heel makkelijk tooltje om te kunnen kijken. Oké, voldoet mijn metadata bijvoorbeeld aan de aantal karakters. Maar zijn ook mijn heading tags goed ingeregeld? Dus zeker het advies om die te installeren. Als we hier gaan kijken naar het voorbeeldje, dan zie je dat dit eigenlijk een minder goed voorbeeld is. Je ziet bijvoorbeeld de H3's 15 april 2020 tot en met 8 mei 2020. Nou, dat draagt helemaal niet bij aan de vindbaarheid van de pagina. Het gaat namelijk op die pagina echt over muziek en over muziekplaten, alle stromingen van muziek. En daar draagt 15 april als zoekwoord, ja, draagt niet aan bij. Dus wellicht heeft de contentbouwer ervoor gekozen, oké, het ziet er mooi uit, ik gebruik hier deze kop. Niet wetende dat er een H3 achter zit. Het advies is dan ook om de H3 hier van 15 april tot en met 8 mei te verwijderen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als we naar onder gaan, dan zie je H2 actueel. Het woord actueel draagt ook niet bij aan de pagina zelf, aan muziek. En verder kijken draagt niet bij. Dus dat zijn eigenlijk titels die niet opgenomen hoeven te worden als een heading tag. Het advies is om daar goed rekening mee te houden. Het moet echt bijdragen aan de vindbaarheid van de pagina. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld. Is van klant Sus. Zij hebben op de pagina kleding de H1 gebruikt kleding. En daarnaast gebruiken ze een H2 als hoofdkop. Dameskleding van Sus. En dan een ondersplitsing in verschillende subkoppen. Die allemaal natuurlijk aansluit op dameskleding van Sus. Dit is gewoon een hartstikke goed gebruik van hoe je een heading tag moet inregelen. Je ziet bijvoorbeeld ook bij heel veel webpagina's als je bijvoorbeeld nieuwsbrief als een kop definiëren. En nieuwsbrief draagt in dit geval ook weer niet bij aan de pagina, dus zorg ervoor dat daar de heading tag vanaf is.
dan gaan we kijken echt naar SEO content. Dan is het gewoon heel belangrijk dat je voor je artikelenoverzichtpagina en contentpagina's teksten gaat schrijven, zodat je vindbaar bent op bepaalde zoekwoorden. En die teksten, zeggen wij altijd, moet wel voldoen aan 400 woorden of meer. Er zijn meerdere studies, ook vanuit Google, die adviseren om gewoon flinke teksten te schrijven. Dat betekent wel aan de andere kant, stel dat je niet aan 400 woorden komt, ga dan niet schrijven om te schrijven. Dus het moet wel echt relevant blijven voor de gebruiker. En dien daar ook mee uit te kijken dat je naar het zoekwoorddichtheid kijkt. Er zit niet echt een bepaalde frequentie in, dat je zegt, oké, ik moet hem 4 keer terug laten komen of ik moet hem 8 keer terug laten komen. Laat hem voornamelijk terugkomen in de context van je tekst. Het moet gewoon lekker lopen en het moet niet echt keyword spamming zijn. En dat onderste stukje, het voorbeeldje, ja, zie je al dat dit geen goed voorbeeld is. Er wordt heel vaak gezegd, op maat gebruikte sigaren, handgemaakte, op maat gemaakte humidor voor sigaren. Dus het is gewoon heel veel hetzelfde in een heel kleine alinea. Dat betekent dat dit eigenlijk door Google een penalty kan opleveren. Dus daar moet je gewoon heel goed naar kijken en mee oppassen. Teksten op een detailpagina, voeg ze toe. Zeker ook voor de gebruiker. Een gebruiker moet natuurlijk wel productteksten kunnen zien. En ook kunnen begrijpen, oké, wat zijn de specificaties van een product. Alleen een productpagina zit natuurlijk wat dieper in je webshop. En dat betekent ook dat er wat minder linkwaarde op zit. Een product gaat natuurlijk ook offline. En daar houdt Google ook alweer rekening mee. Dus die 400 woorden op een detailpagina is niet nastreven. Een interne verwijzing. De regel is 1 op 100 woorden. Gebruik ook daarin de interne verwijzingen echt naar hele belangrijke pagina's toe. Die ook in verband staan met de pagina waarop je zit. Om ook weer verder te kunnen linken. Een interne verwijzing wordt natuurlijk ook gebruikt om een stukje linkwaarde over te dragen. Dus ja, je moet daar ook wel strategisch naar kijken. Wil ik dat doen naar een pagina die bijvoorbeeld nu minder vindbaar is in de Google zoekresultaten? Of wil ik juist een pagina nog extra boost geven om van positie 2 naar positie 1 te gaan? Dus dat is ook wel een strategische keuze die jullie intern moeten maken. Nou, je ziet hieronder dat ik... beste positie voor zoekwoorden in SEO-teksten, dat ik die schuin gedrukt heb. En dat is ook direct een bruggetje naar de volgende sheet toe. Ik zeg hier namelijk, een positie van het zoekwoord moet in het eerste en in de laatste alinea terugkomen. Nou, in de eerste alinea moet hij eigenlijk op plek 1 komen te staan en in de laatste alinea mee afsluiten. En ik zeg ook, je moet hem ook in het begin van een H2 noemen. Nou, ik heb hem schuin gedrukt, omdat er onlangs wat nieuwe updates bij Google hebben plaatsgevonden. En de grootste die in 5 jaar heeft plaatsgevonden is de BERT-update. De BERT-update. BERT-update houdt eigenlijk in dat je echt kwalitatievere content voor een gebruiker moet schrijven. Voorheen zeiden we altijd, oké, je moet aan de Google-richtlijnen voldoen. Wat ik net al zei, je moet het zoekwoord, moet je in de eerste alinea... moet je die benoemen op positie 1. Maar je moet hem ook in je laatste alinea noemen en daarmee ook afsluiten. Je moet het zoekwoord ook weer in de heading tekst gaan plaatsen. En het liefst dan ook nog vooraan. Dat waren natuurlijk allemaal richtlijnen voor Google om te kunnen bepalen, oké, deze pagina gaat over dit zoekwoord. Dit hoeft eigenlijk niet meer. Wat Google nu zegt met een BERT-update is, ga vooral schrijven voor de gebruiker en niet voor Google zelf. Dat betekent dat je gewoon kwalitatieve content kunt gaan schrijven en niet rekening hoeft te houden met oké, waar zet ik het zoekwoord neer? En ik moet het zoekwoord misschien wel 10 keer gaan noemen in mijn tekst. Dat hoeft allemaal niet, het moet gewoon lekker lopen. Want Google kan nu zelf relaties gaan leggen tussen de verschillende elementen in jouw content. Wat wel heel erg belangrijk nog steeds blijft, is het gebruik van die heading tags. Die heading tags wat ik voorheen al zei, chronologische volgorde gaan gebruiken. Zodat Google ook echt wel de indeling van jouw pagina begrijpt. En hetzelfde geldt voor die metadata. Je moet gewoon echt wel voldoen aan richtlijnen, want anders kunnen ze niet vertoond worden in de zoekresultaten. Waardoor het die dingen gaat verplaatsen of hij gaat andere tekst van je pagina afnemen. Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk om die wel op orde te hebben. Want dat is immers ook waar we gebruiken natuurlijk vanuit Google zoekresultaten
op jouw website belandt. En een hele belangrijk onderwerp wat ik hierboven al zei, is dat de tekst echt geschreven moet worden voor een gebruiker. En ga niet aan de slag met alle richtlijnen die vanuit Google worden gesteld. Want Google kan zelf nu de verbanden begrijpen. Dan wil ik even door met de Better Date. Nou, wat ik net al zei, Google kan de zoekopdrachten in context begrijpen. Maar ook een ander belangrijk gegeven is dat het steeds meer gaat bewegen naar voice search toe. Er wordt vanuit, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die al een Google Home thuis hebben. Die stellen natuurlijk vragen aan Google Home. En daar wordt ook direct weer antwoord op gegeven. Je ziet het ook op je telefoon gebeuren. Het is steeds meer upcoming dat mensen tegen hun telefoon een zoekopdracht gaan inspreken. En daar ook weer direct antwoord op krijgen. Die antwoord die wordt eigenlijk gebaseerd op een featured snippet. Een featured snippet, als jullie in Google nu intoetsen wat is een featured snippet, dan ga je zien wat een featured snippet inhoudt. Dat is namelijk positie 0 in de Google zoekresultaten. Er wordt een heel groot vlak wordt gespendeerd aan jouw pagina. En zeker op mobiel neemt het gewoon heel je scherm in beslag. En daar wordt eigenlijk kort uitgelegd, oké, jij stelt een vraag, bijvoorbeeld wat is een featured snippet? En er komt een hele korte uitleg wat een featured snippet inhoudt. Dit zijn eigenlijk type blogberichten die zo geschreven kunnen worden om een featured snippet te behalen. En dat betekent dat je eigenlijk altijd boven alle zoekresultaten terechtkomt, maar ook boven de betaalde zoekresultaten. Dus het is wel, ja, het is gewoon heel goed als je die positie claimt, omdat je dan gewoon extra zichtbaar bent. Featured snippet kan je bepalen aan de answer the public, wat ik voorheen hier ook al noemde. Zet daarin je zoekwoord in, bekijk. Dit na de webinar is goed. Je kan je zoekwoord daarin intoetsen. En dan komt hij ook gelijk met alle vragen die gesteld worden aan Google, komt hij mee terug. Zoek die vraag op in Google zoekresultaten en kijk of er al een featured snippet is geclaimd. Mocht dat nou niet zo zijn, dan kan het voor jou een hele belangrijke thema zijn om je pagina op in te gaan richten. Maar ik bekijk daar ook wel heel even goed naar de richtlijnen, want je moet in de eerste alinea moet je al gelijk antwoord geven op de vraag. Je moet ook weer aan een aantal karakters voldoen en vervolgens licht je verder je antwoord toe. Middels de back update is het natuurlijk wel heel belangrijk om die duidelijke structuur en teksten aan te houden. Nou, dat heeft voornamelijk te maken met de opbouw van heading tags, maar ook de interne linkstructuur. Ga ik van de ene pagina naar de andere pagina toe, dat betekent dat je in relatie staan tot elkaar en dat Google ook snapt, oké, daar moet, ja, die pagina's die staan in relatie tot elkaar. Die gaat misschien wat dieper in op een ander onderwerp die je bijvoorbeeld in het eerste blogbericht hebt geschreven. Het is gewoon heel belangrijk om daar echt rekening mee te houden. Nou, een heel belangrijk thema ook binnen de BERT update is nog steeds die snelle pagina's. Een snelle pagina betekent dat een bezoeker langer op je webshop zit. Gaat u naar boven de 3 seconden toe, dan zie je dat het een negatief effect heeft op onder andere het koopgedrag van de gebruiker. En mensen haken gewoon veel sneller af. Dus het is echt belangrijk om te zorgen dat al je pagina's onder de 3 seconden zitten. En je interne linkstructuur is ook hartstikke belangrijk. En hier wil ik even aan de hand van een voorbeeld laten zien wat de BERT update teweeg heeft gebracht. En hier zie je before the BERT update en after the BERT update. Before the BERT update, ik heb een zoekopdracht ingetoetst. Ik wil in 2019, ben ik een Braziliaanse reiziger en ik wil naar Amerika toe, maar ik heb een visum nodig. En in het eerste geval zie je dat hij een zoekresultaat geeft die voor mij helemaal niet van toepassing is, omdat het juist over een Amerikaanse bewoner is die naar Amerika toe gaat, maar niet het juiste visum heeft. En de tweede, dus na de BERT update, zie je dat hij echt verband kan leggen tussen alle zoekwoorden die ik heb ingetoet. En daar komt hij met de Amerikaanse ambassade in Brazilië, zodat ik mijn visum kan gaan aanvragen. Dus de BERT update heeft er eigenlijk voor gezorgd, ja, dat hij de context van de woorden in de zoekmachine gewoon beter snapt. Ik wil heel even een stukje laten zien over datatrends die wij binnen onze Xaris-klanten zien. En hoe we verder kunnen inspelen op het coronavirus met betrekking tot SEO. En hier zie je een grafiekje.
met de eerste besmetting, de tweede besmetting, de eerste besmetting, coronamaatregelen 1, coronamaatregelen 2, 3 en verlenging van de coronamaatregelen. Nou, wat je in het grafiekje ziet gebeuren, het organisch verkeer, eerste besmetting en na de maatregelen, zie je eigenlijk dalen. Er is over 25 klanten genomen, wel in alle branches bij elkaar genomen. Maar je ziet eigenlijk na de verlenging van de coronamaatregelen dat het organisch verkeer weer naar het punt begint te komen voordat corona uitbrak. Dan gaan we een sheet verder kijken. Dan hebben we het even uitgesplitst op fashion en lifestyle wonen. We zien dat fashion nu weer boven de trendlijn komt te liggen. En dat betekent dat we weer na het aantal sessies van voor het coronavirus aan het toegroeien zijn. Echter zien we bij lifestyle en wonen dat die geen effect hebben gehad met het coronacrisis. Dat juist meer mensen op zoek zijn naar lifestyle artikelen en woonartikelen. Denk je bijvoorbeeld ook aan mensen zitten natuurlijk thuis. Willen graag een huis leuker in gaan richten of willen gaan verbouwen. Krijgen natuurlijk veel meer prikkels om daarmee aan de slag te gaan. Bij fashion is het echt wel wat een beetje ingedaald gedurende maatregelen. Omdat je toch wel ziet, er zijn best wel wat afhankelijkheden van, ga ik nog dat t-shirtje bestellen? Wat zijn de leeftijden? Gaat het wel mee passen? En nu zie je dat men de aanname toegeeft van het gaat nog wel heel even duren. Ik wil toch een leuk t-shirtje hebben. Laat ik het toch gaan proberen. En ook daarin zie je dat veel bedrijven nu ook rondom de coronacrisis zelf maatregelen hebben getroffen. Bijvoorbeeld een langere retourtermijn. En hun klantenservice daarop hebben aangepast. Wat we ook zien terugkomen de laatste weken is dat online aankopen en online, dat eigenlijk zoekwoorden zijn waar een trend op zit, dat die aan het stijgen zijn. Dus in de loop van de weken zie je dat het zoekwoord online kopen, dat er gewoon heel veel in wordt getoetst. Dus het is ook heel relevant om online kopen of online op te nemen in je tekst. En je ziet daaronder dat ik gerelateerde zoekopdrachten. Als je dit in Google Trends intoetst, dan kan je zowel kijken naar stijgend en populair. Ga die allebei ook meenemen in het bepalen van welke zoekwoorden je nog meer gaat integreren in je teksten. Maar online kopen is zeker wel een ding om mee te nemen. Omdat je ziet dat de gebruiker toch nu echt aan het online oriënteren is en niet naar de winkel toe gaat. Nou, wat voor trends zien we nog meer terugkomen? Als we gaan kijken naar de data uit Search Console, zoekwoordplannen en Google Trends, dan zie je dat er heel veel gezocht wordt op het bedrijf en op corona. Dat betekent dat je ten alle tijde van een landingspagina moet inrichten om te laten zien, het reglement dat we hebben, bijvoorbeeld het retourtermijn hebben we verlengd, verzendkosten die zijn gratis geworden. Communiceer dat altijd naar klanten toe. Want natuurlijk nu in deze situatie, er zijn heel veel onzekerheden, ook bij de gebruiker. Neem die weg. Dat betekent ook, neem het ook weg als je reglement niet is aangepast. De gebruiker zoekt erop, dus zorg ervoor dat er altijd een landingspagina is, ongeacht of je je reglement hebt aangepast wel of niet. En wat ik net ook al zei, online kopen, er wordt gewoon heel veel op gezocht. Pas het ook aan in je teksten. Gebruik het zoekwoord en vernoem een aantal keer online kopen in je teksten. Een andere is ook om te kijken naar Google Trends. Ga kijken naar de afgelopen 7 dagen. Welke zoekwoorden zijn stijgend en welke zijn populair? Bijvoorbeeld huispakken hebben we teruggezien, is heel erg populair. Maar ook fitnessproducten en woonaccessoires. Het is nu voornamelijk belangrijk om nu aan de slag te gaan met die content. Ga content schrijven en wacht er zeker geen 2 weken mee om het door te voeren. Omdat je dan simpelweg de boot gaat missen en je anderen hiervoor zijn. Het is nu echt het moment van, ik moet nu gaan kijken welke artikelgroepen zijn interessant. En ga daar vooral mee aan de slag. Ga je dat later doen, dan heb je de kans dat er weer andere zoekwoorden interessant zijn. Dat de gebruiker weer teruggaat naar zijn verwachte patroon.
Het is gewoon echt belangrijk, hou die 7 dagen in de gaten. Wat we ook heel veel terug zien komen, is dat er heel veel gezocht wordt op het merk bedrijf in combinatie met plaatsnaam. Een gebruiker wil toch weten, nou, zijn jullie nog open? Of zijn jullie je openingstijden aangepast? En communiceer dat ook gewoon heel goed op de pagina zelf. En zorg daarvoor ook dat jullie Google My Business is aangepast. Pas daarop wel mee dat je niet permanent bent gesloten, maar altijd tijdelijk bent gesloten. En zorg ook dat je social media kanalen op orde zijn. Pas hier ook je openingstijden op aan. En vergeet dan niet, mochten we straks weer in normaal water varen, om dat weer terug aan te passen naar je huidige openingstijden. Nou, tot slot. Speel in nu op huidige trends. Het is gewoon heel belangrijk om daar nu op verder te gaan borduren. Nu je wellicht al meer tijd hebt voor het schrijven en herschrijven van het content, ga er vooral mee aan de slag. Want tegen de tijd dat alles straks weer up en running is, is jouw webshop helemaal geoptimaliseerd. Voer ook technische audits uit en laat deze uitvoeren om de indexatie te bevorderen. Technische audits zorgen namelijk ook voor dat je ook weer beter vindbaar bent. Voer content scan uit om optimalisaties verder in kaart te brengen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de metadata, klopt die wel? Waar is die te kort, waar is die te lang? En waar maak ik gebruik van een heading tag, waar mis ik die? Dus het is gewoon heel belangrijk om daar verder mee aan de slag te gaan. En mocht je problemen hebben met de prioriteiten stellen, of je wil graag advies hebben over schrijven van content, laat ons jullie ondersteunen. En dan is nu mijn collega Ilona aan de beurt. Ja, hartelijk dank allen voor het bijwonen van dit webinar. Er zijn nog een aantal vragen in de Q&A binnengekomen. Whitney, zou jij die nog even willen beantwoorden? Ja. Even kijken. Prefereerbaar om H1 langer dan 1 woord te maken. Ligt er ook helemaal aan het zoekwoord wat je op die pagina wil gebruiken. Kijk, als je echt een pagina hebt voor sneakers en het is echt gebaseerd op zwarte sneakers, dan is het natuurlijk prefereerbaar om met zwarte sneakers te communiceren. Bij Zus Kleding hadden we alleen kleding als H1. Maar Google snapt hierbij ook wel het verband dat het om Zus Kleding gaat, omdat je natuurlijk op de website van Zus zelf zit. Dus als jij Zus Kleding nu ook in de zoekopdrachten gaat intoetsen, dan zie je ook dat hierin Zus als eerste wordt getoond. Dus die verbanden kan Google zelf leggen. Alleen het is heel erg afhankelijk van, oké, hoe stel ik die H1 in? Kijk, als ik echt op een filterpagina zit voor sneakers en ik heb bijvoorbeeld zwart geïndexeerd, dan wil je ook dat dat in je H1 terugkomt, dus dan wordt het zwarte sneakers. Ja, dus het is heel erg afhankelijk van waar de pagina op inspeelt. Dus ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord. Ik gebruik over het algemeen een H1 en kan dan titels van elke paragraaf een H2. Is het dus beter om na de H2 in de hoofdtitel een paragraaf een H3 te geven? Dus beter 1 keer H1, 1 keer H2 en dan meer keer H3 dan 1 keer H1 en 4 keer H2 combinatie. Dat ligt er heel erg aan. Het maakt in principe niet uit of je nu 1 keer een H1 gebruikt, 1 keer een H2 en meerdere malen een H3. Of dat je 1 keer een H1 gebruikt of 4 keer een H2. Wat wel uitmaakt is natuurlijk de logische opbouw van je tekst. Mocht die meerdere H3'tjes terugkomen en hoofd en onderdeel zijn van de H2, dan is dat niet erg. Maar mochten er paragrafen tussen zitten die een H3 toegekend krijgen, maar niet de H2 ondersteunen, dan moet dat gewoon weer opnieuw een H2 worden. Het is net als een boek, een H1 is natuurlijk je hoofdtitel, je kaft, en je H2 zijn de hoofdstukken en alles wat daaronder komt. Dus subparagrafen, subparagrafen dragen allemaal bij aan het hoofdstuk. En hetzelfde geldt ook voor het opbouwen van de pagina. Dus ja,
Dus dat ligt heel erg aan hoe de tekst geschreven is en of die H3 dan ook echt bijdraagt aan de H2 en daar onderdeel van is. En zo is het niet, dat betekent dat hij een H2 gaat krijgen. Dat waren de vragen. Als er nog andere vragen zijn, dan horen we het graag. En die kunnen ook altijd gemaild worden naar info@xaris.nl. Dan kunnen we ze nog apart beantwoorden. Hartelijk dank voor jullie deelname. Er staan nog een aantal webinars gepland. Volgende week hebben we het webinar over Magento. Whitney, wil jij misschien op de volgende sheet even klikken? Oh, pardon. Dan zien we die ook. Volgende week B2B-mogelijkheden in Magento. De week erop. Hoe ga je de veel voorkomende uitdagingen rondom productinformatiebeheer aan? Zoomen we in op het gebruik van een productinformatiemanagement oplossing. Hebben jullie zelf nog onderwerpsuggesties? Dan zijn die ook van harte welkom. Die kan je sturen naar info@xaris.nl. En dan plaatsen we ze op de agenda, mochten ze relevant zijn. Dus bij deze, dank voor jullie aanwezigheid en hopelijk tot volgende week. Dankjewel.